Donny van de Beek, hoe is het ermee? Ja, goed. Goede trainingen gehad en ik denk dat we klaar zijn voor zondag. Jullie trainen lang, hè? Ja, wel lange sessies. Maar wel goed, denk ik. Kunnen we alles er goed inslijpen en we zijn goed voorbereid, denk ik. Kunnen we al spreken van klassieke koorts? Nee. Nou ja, wel. Het gevoel komt wel weer steeds meer naar boven. Wat voor gevoel is dat? Ja, toch je hebt gewoon de zin in en je kan niet, tenminste dat heb ik. Je wil liever dat het zo snel mogelijk zondag is en dat die wedstrijd gewoon lekker gevoetbald kan worden. Want voor jou is het je eerste basisplek bij een klassieker in de arena, denk ik? Ja, wel in de arena, ja, klopt. Dus je gaat ervan uit dat je speelt? Sorry, ja, nou ja, ga ik altijd natuurlijk, dus daar moet je altijd rekening mee houden, toch? Ja, want hoe zit dat eigenlijk? Denk je dat Ten Hag veel gaat veranderen op dat gebied? Of heeft hij tegen jou gezegd, Donny, je speelt aanstaande zondag? Nee, niet maar. Ik ga er gewoon altijd vanuit dat ik speel, dus laat ik het open. Heb je al 1-op-1 met hem gesproken? Nou ja, wel wat gesprekjes gehad. Zeker ook over de speelwijze, dat soort dingen. Ja, dat zeker. En wat komt er dan voor jou persoonlijk uit dat soort gesprekken? Wel duidelijkheid, denk ik. Wat hij wil en hoe hij verwacht dat je speelt. Dus dat is altijd handig. En wat voor verschil zit daar dan in met Marcel Keizer bijvoorbeeld, qua speelwijze? Dat is nu nog lastig te zeggen natuurlijk. Ik bedoel, dat gaan jullie zondag allemaal zien. Tot 2022 heb jij je contract verlengd. Waarom heb je dat gedaan? Ik denk gewoon dat ik hier nog stappen kan zetten. En daar heb ik gewoon een goed gevoel over. En ja, daarom eigenlijk. Ik denk van beide partijen hebben we gewoon een goed gevoel erbij. Dus vandaar verlenging. Is er nog sprake geweest van clubs die geïnteresseerd zijn geweest in deze periode? Nou ja, er zijn altijd wel clubs die in de gaten houden. Maar ik heb gewoon nog hier stappen te zetten, denk ik. En ik kan er nog genoeg dingen kunnen debatten. Dus ja, als dat gebeurt en natuurlijk ook qua successen mag er nog wel wat bij, vind ik. Ja, dan kunnen we verder praten. Jij bent duidelijk nog lang niet klaar bij Ajax. Nee, zeker niet. En kijk, voor dit seizoen is gewoon duidelijk, dan moeten we gewoon kampioen worden. En dat is het enige wat telt. Maar kunnen we zeggen dat er dus concreet clubs waren afgelopen periode die voor jou hier op de stoep hebben gestaan? Nou, nee, niet zo, zeg maar. Ik heb er verder ook tenminste niet mee bezig gehouden, dat soort dingen. Ik hoef het ook verder niet te weten, want ik wil gewoon hier nog blijven. Dan zien we wel verder in de toekomst. Hey, aankomende de rest van het seizoen wordt natuurlijk cruciaal. Je kunt je eigenlijk geen misstap permitteren. Nee, zeker niet. Dus elke wedstrijd is een finale en zo moeten we dat ook zien, denk ik, en ervaren. Wat vind je van al dit circus hier zo? Het is hartstikke druk, hè? Ja, hartstikke druk. Eerste wedstrijd in het nieuwe jaar natuurlijk en gelijk de klassieker. Dus ja. Ik denk dat het daarom wel druk is hier. Wat vind je daarvan, dat het dan gelijk de klassieker is? Ja, wel mooi denk ik. Ik denk, gelijk een fantastische wedstrijd. En zo kan je er gelijk een goede start maken, denk ik. In de tweede helft van de competitie, denk ik. Dus ja, ik denk dat het alleen maar mooi is. Durf je al te wagen aan een voorzichtige uitslag? Nee, dat niet. Dat doe ik niet aan. Maar ik weet wel, we gaan wel winnen. Wat is jouw doelstelling voor de rest van het seizoen? Ik zag ook twee mooie goals tegen Lyngby. Ga je meer scoren ook dit seizoen? Ja, dat is wel de bedoeling. Ja. Ik wil er nog wel een aantal bij prikken.